Wasted days and wasted nights. I have left for you behind. Een boekhouder is nooit alleen. Hij heeft altijd het gezelschap van facturen, bonnetjes, debiteuren en crediteuren. Zijn job begint wanneer de zon opkomt en eindigt nooit. Why should I keep loving you when I know that you're not true? Waarom praktijkprikkels? We wilden aantonen dat we in accountancy door de opleiding heen heel veel praktijkervaring meegaven aan studenten. Voordien was het eigenlijk altijd zo bij de stagebezoeken dat ze zeiden, ja, ze hebben natuurlijk nog geen kaas gegeten van de praktijk, dus het is allemaal nog theoretisch dat ze de zaken bekijken. En ik merk dat wat dat betreft eigenlijk met die vernieuwende tendensen, dat we toch wel al op een goede manier die realiteit kunnen nabootsen, waardoor we geen theoretici eigenlijk sturen naar de bedrijven, maar dat ze wat dat betreft eigenlijk onmiddellijk inschakelen. We hebben toen gezien nut, we hebben toen gezien plicht, we hebben toen gezien rechtvaardigheid. In het bedrijfsleven doe je geen kennis fiscaliteit op. Joh. Je moet je kennis van fiscaliteit, van BTW of van PB of van VNB eerst hebben opgedaan, vooraleer dus dat je ze kunt toepassen. Wel nu vanaf Aristoteles tot op vandaag fair trade, slagen we er niet in om te definiëren positief wat dan een rechtvaardige prijs is. Onderwijs betekent per definitie een relatie waarbij dus dat je kennis overdraagt, maar anderzijds is puur hoorcollege zeker verleden tijd. Kennis is belangrijk, maar zonder competentie betekent kennis niets. Daarom biedt praktijkprikkels de kans competenties te ontwikkelen, nog voor de studenten op de arbeidsmarkt terechtkomen. Ik denk dat een accountancy-student vooral heel accuraat moet zijn, accuraat hard moet kunnen werken. Hè. Dat hij moet beseffen dat hij altijd zal moeten verder studeren, omdat de wetgeving voortdurend wijzigt. Dus eigenlijk ook heel flexibel moet zijn. Ik denk dat dat en toch ook ondernemend om al die verschillende wijzigingen steeds te kunnen verwerken en over te brengen naar zijn cliënteel. Wat er druk zal zijn. Gastsprekers brengen de praktijk de school binnen. Van investeringsacquisities komt geen op het tweede jaar veranderen van maatregelen. We hadden dus gemerkt dat er in het derde jaar dat er eigenlijk een aantal hiaten in het curriculum zaten die in de gewone hoorcolleges niet aan bod kunnen komen. Omdat de student zich daar eens moet in verdiepen. Ik denk dat we alles besproken hebben. En in het laatste jaar starten de studenten zelf een vennootschap op. Het is een enorm interessant project waar je enorm veel uit kunt leren, ook voornamelijk omdat het heel praktijkgericht is. Dus dat maakt het ook boeiend omdat je op de een of andere manier al hetgeen wat je in de 3 jaar in je opleiding hebt geleerd, kunt omzetten in praktische kennis eigenlijk. Het vernieuwende aan het project is de rode draad doorheen de opleiding. Vertrekkend van een kleine kick-off in het begin, een kleine aanzet in het eerste jaar, naar dan het tweede en het derde jaar. Het consultancybedrijf Hansen & Partners adviseert de studenten in hun vennootschapsproject. Het bedrijf bereidt hen voor op de arbeidsmarkt die op hen ligt te wachten. Het derde jaar zit er bijna op. Wat brengt de toekomst nu? Het is een beslissende keuze om één te gaan werken en te stoppen met leren. Stoppen met leren? Ja, kies toch een leraar. Waar zou je binnen 3 jaar willen staan? Het is belangrijk dat zij door verschillende ervaringen reeds gecombineerd te hebben of al verschillende stages gedaan te hebben, dat ze daardoor makkelijker zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden of een nieuw bedrijf. Eenmaal het hele traject afgelegd, ligt de rode loper klaar. Het is een troef van studenten die een professionele bachelor gevolgd hebben om onmiddellijk te kunnen starten. En hebben ze echt wel het gevoel van, wij zijn er klaar voor om in het bedrijfsleven te stappen.